Sjors Knopneres, schrijver, dichter, columnist en ook auteur van een aantal non-fictieboeken. En al op heel jonge leeftijd begonnen met schrijven. Hoe is dat gekomen? Door mijn liefde voor vogels. We woonden aan de rand van een bos in Baren. En ik vond naar vogels kijken leuk. Noteerde ik hun gedragingen in een klein boekje. Noemde ik het Nationale Vogelboek. Ik vond natuur prachtig, vogels leuk, maar schrijven kennelijk ook. Later is dat uitgebreid door het lezen ook van mijn eerste columnbundels van Simon Carmichelt. Pieter Bas van Godfried Bomans. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk heel leuk om zo in een verhaal op te gaan als lezer. Dan wil ik ook proberen dat ooit te schrijven. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, want ik vind toch dat het schrijven van een roman, als bijvoorbeeld De Vikingzoon, is toch iets heel anders dan het schrijven van een boek over Gelderse kastelen. Klopt. Ja, het zijn twee totaal andere kunstjes. Allebei wel heel leuk. Maar het is denk ik te vergelijken met korte baan fietsen. Dat is dan, vind ik toch wel, non-fictie. En lange baan fietsen is dan fictie. Ook omdat je verbeelding mag gebruiken. Ik vind het wel heel leuk om toch dat te proberen te combineren. Want ik schrijf ook het liefste fictie, ja, die echt gebeurd had kunnen zijn. Het moet natuurlijk, wat mij betreft, ook geen onzinverhaal zijn. Het moet ergens op stoelen. Dus ik vind het wel heel leuk om beide fietsen te bereiden. Nog even over je romans. Vikingzoon heb ik al genoemd. Baren is er één. En nu staat er een roman op stapel over Marinus van der Lubbe. Wie was Marinus van der Lubbe? Marinus van der Lubbe is een jongen geboren in een arm gezin in Leiden, 1909. Hij had de pech dat zijn ouders niet goed met elkaar overweg konden. Zowel zijn moeder met haar eerste man als met haar tweede man. En zijn jeugd is daardoor ook getekend. Hij is een keer of 12 in zijn leven verhuisd. En dan bedoel ik zijn jonge leven. Was vanaf zijn 12e wees. Of eigenlijk strikt genomen geen wees, maar zijn vader was weggelopen. Dus hij werd door zijn halfzusje opgevoed. Zijn moeder is ook een heel bijzondere figuur. Volgens mij was er een bijzondere band tussen Pietje van Haandel, zijn moeder, en Rinus van der Lubbe. Rinus van der Lubbe was de jongste. En ze nam de jongste vaak mee naar buiten, op de straat. In Den Bosch woonden ze toen, omdat ze geen rode cent hadden. En dan gingen ze liedjes zingen door de straten. En dan mocht Rinus ook meedoen. En dan werden als het een mooi liedje was, werden er centen naar buiten gegooid. En die kon hij in zijn petje oprapen. En vind ik het mooie dat als er dan wat over was, want ze kochten brood, aardappels, maar was er wat over, dan ging het naar de dominee voor de Spanje-cent. Voor de nog armere in Spanje. Ja. Dat is opmerkelijk, want hij is later communist geworden. Ja. Er is veel geschreven over Marinus van der Lubbe, vooral vanaf de jaren 80 is er een soort heel voorzichtige herwaardering gekomen van deze bijzondere man. Communist wordt gezegd, was hij ook, hij is een jaar of twee lid geweest van de Communistische Jeugdbond. Maar eigenlijk was dat ook een haat-liefde verhouding, want hij hield zich aan geen enkele tucht en orde. Niet omdat het een radicaal was, maar gewoon omdat het een individu was. En hij merkte al snel, ja, vergaderingen en netjes op je beurt wachten en alles voorleggen aan de partij, dat is niks voor mij. Dus het was een soort haat-liefdeverhouding en dan was hij weer wel lid, dan weer niet. Dan had hij zich niet aan de regels gehouden, werd hij gerouilleerd. Maar ze zagen ook wel, het is wel iemand die klimt in een lantaarnpaal om te staken als die vindt dat de arbeiders worden uitgebuit. Of die gaat de straat op om de politie te zeggen van jullie moeten de arbeiders niet uitbuiten of de staking breken. Het was een moedige jongen, al vanaf zijn 16e. Ik noem hem eigenlijk geen communist. Het was iemand die sociaal bewogen was. En hij vond toen, zoals heel veel werklozen in crisistijd, alleen de communistische partijen als een soort voertuig.
Ja, hij voelde zich niet thuis bij de christenen, niet bij de liberalen. Wat blijft er dan over? De socialisten. En toen keek iedereen naar de Sovjet-Unie, een soort heilstaat. En hij vond dat wel ontzettend interessant. Maar hij maakte het ook mooier dan het was, zoals elke arbeider, omdat niemand er geweest was. Maar vanaf zijn 18e, 19e is hij eigenlijk zelfstandig geweest, is hij radencommunist geworden. Hij had al vroeg het filosofisch inzicht dat organisaties meer aan zichzelf denken dan aan de arbeiders of aan de club die ze vertegenwoordigen. En dat de bonzen van de communistische partij te vergelijken waren met de bazen in de bedrijven. En toen is hij met vrienden eigenlijk begonnen om Karl Marx te lezen. En hebben ze geprobeerd een soort rein communisme uit te vinden, wat niet bezoedeld was door communistische partijideologie. En in mijn ogen is hij daar eigenlijk goed in geslaagd. Maar niet meer als communist, maar als een soort zelfstandige. Ja, zou je dat anarchisme kunnen noemen? Precies, ja. Anarchisme, maar wel zeer sociaal bewogen. En het bijzondere van Marinus van der Lubbe vind ik dat hij zijn leven lang zijn best heeft gedaan om anderen nooit op te zadelen met zijn idealen. Een voorbeeld, hij had vanaf zijn 20ste het idee, ik wil jonge mensen, en wat keek hij eigenlijk naar zichzelf, zoals hij op zijn 6e, 7e, 10e was, wil ik proberen te leren lezen en schrijven. Want lezen vond hij prachtig. Dus ik ga die jongens, die ga ik in een zaaltje leren en schrijven bijbrengen. En iets vertellen over boeken. Hij vond Karl Marx interessant, maar ook Sven Hedin, dat was een wereldreiziger. En dat deed hij. Alleen, dat kostte wel wat huur van een zaaltje. En dan ging hij naar maatschappelijk hulpbetoon, zo heette de sociale dienst toen. En dan vroeg hij 50 gulden voor subsidie, want hij had gelezen dat mag. En die ambtenaar zei, bent u lid van de communistische partij? Ja. Dan krijgt u geen subsidie. Daar kwam het op neer. En dat vond hij zo onrechtvaardig. Dat hij na 3 weigeringen zei van als het nou nog steeds nee is. Hij had het al verlaagd naar 25 gulden. Dan kom ik morgen om 2 uur terug. En dan gooi ik de ruiten in. Ik leg daar de stenen klaar. Bij die lantaarnpaal. En de volgende dag om 2 uur. Hij kwam terug. Wat deed hij? Eerst kijken achter de ramen of er geen ambtenaren zaten te werken. En er zat er één te werken, die ging die waarschuwen. Daarna ging die de ruiten ingooien. Ja. Dus dat is, vind ik wel, een mooi radicalisme. Ja, want hij is ook een paar keer gearresteerd voor dat soort acties. Vele malen, ja. Maar hij had het ook heel erg moeilijk, want hij was werkloos. En dat kwam ook omdat hij een ongeluk gehad had op zijn werk. En hij was blind, of hij was niet blind, hij was slechtziende. En dat werd steeds erger. Klopt. Hij heeft eigenlijk 2 bedrijfs... ongelukken gehad en dat is voor hem extra dramatisch omdat werken zijn leven was. Hij was leerling metselaar en op de bouw is in eerste instantie, het was een jongen die van dollen hield, hebben ze hem een zak over de kop getrokken voor de grap, maar er zat een restje specie in, dat is in zijn oog gekomen. Een jaar later gebeurde min of meer hetzelfde, dat een plank werd scheef gehouden en hij wilde iets aanpakken en kwam er weer specie in het andere oog. Daardoor heeft hij slijmbeursontsteking gehad en heeft hij ook definitief oogletsel gekregen. Is vanaf zijn 19e afgekeurd geworden en dat was een drama voor Marinus van der Lubbe. Want hij werk vond hij iets schitterends, vooral in de bouw. En toen hij dat niet meer mocht, was hij echt helemaal kapot. Maar dat duurde bij hem nooit langer dan een dag. Want hij vroeg steun aan, 7 gulden in de week. En hij ging dus proberen de arbeiders zeg maar te steunen via acties. Zo heeft hij dat verwerkt. Nu slaan we nog even een periode over. Want op een gegeven moment gaat hij naar Berlijn. Al voor 3/4 blind. En dan gebeurt wat wij kennen als de grote Rijksdagbrand. Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Want je hebt ook research gedaan, je bent naar Berlijn gegaan en Leipzig, je hebt bronnen onderzocht. Heb je er een beetje een vinger achter gekregen? Want er is veel over hem geschreven, er zijn films gemaakt.
Maar ieder heeft een beetje vertelt één deel van de waarheid. Vaak de eigen waarheid. Heb je daar een vinger achter gekregen? Ik heb in mijn roman heb ik de lijn gekozen waar ik ook volop achter sta. Dat is ook de lijn die in de biografie die Martin Schouten heeft geschreven over Marinus van der Lubbe, een schitterend boek, toch geconcludeerd heeft. Hij heeft ook heel veel research gedaan. En Marinus van der Lubbe zegt het ook eigenlijk in zijn brieven. Dat is ook gedocumenteerd. Hij had twee drives. De arbeiders mogen niet onderdrukt. 1. En 2. Het fascisme leidt tot oorlog. Een grote oorlog. Hij zag ook in Duitsland, Berlijn, wat hij het hart van Europa noemde, klopt, had die ongeletterde jongen volkomen gelijk in, want in Duitsland gebeurde het toen, en Berlijn was de hoofdstad van Duitsland, dat daar dus een soort brand moest ontstaan onder de arbeiders om de onderdrukking te stoppen van de arbeiders en om de oorlog te voorkomen. En hij had Hitler al snel in de smiezen, als een machtig, belangrijk persoon. En hij had zich voorgenomen, ja, zodra Hitler tot kanselier wordt benoemd, en dat gebeurde eind januari 1933, dan moeten we in actie komen. En hij had toen nog het idee dat dat een gezamenlijke actie moest zijn van de Duitse arbeiders, geholpen door de Nederlandse arbeiders, maar dan wel de onafhankelijke. Niet de communisten of de socialisten, maar de onafhankelijke arbeiders. Hij besprak dat met zijn vrienden, maar zoals vaker gebeurde, was iedereen het met hem eens op de avond, maar de volgende ochtend zeiden zijn vrienden vaak, ja, ik zou best wel met je mee willen, maar ik moet naar mijn werk, of ik moet solliciteren, of mijn vrouw wil niet dat ik wegga. Rinus van der Lubbe was een bijzonder mens, want als hij iets gloedvol wilde op een avond, dan wilde hij het gelijk de volgende dag uitvoeren. De meeste mensen zitten anders in elkaar. Die denken er dan 's ochtends toch een slag anders over, zijn voorzichtiger, praktischer. Maar hij merkte, nou, niemand gaat met mij mee, dan ga ik kijken in het Ruhrgebied hoe de arbeiders in Duitsland er tegenaan kijken. En dan wil ik ook naar Berlijn. Hij had toen nog het idee dat Berlijn heel erg actiegericht was, dat arbeiders, socialisten, communisten, ja, graag aan de slag wilden om tegen Hitler een front te maken. Maar toen hij daar kwam in het Ruhrgebied, merkte hij dat mensen eigenlijk, ja, vrij lauw waren. In Berlijn merkte hij hetzelfde, hoewel er wel strijd was, want hij was al 2 jaar eerder ook al geweest in 1931. Toen was het nog 50-50 tussen de socies, de socialisten en de nazi's. Maar nu merkte hij, nou, het zijn de nazi's die de toon zetten. Ze beheersen de stempellokalen, ze zijn de baas in de dakloze asiels, ze zijn de baas in de regering. De media worden gedicteerd, had hij ook in de gaten. Er werden stakingen verstoord door de SA. De SA en de politie in Duitsland, die speelden onder één hoedje. Hij merkte hetzelfde als in Leiden. Er waren wel veel arbeiders bij stempellokalen die het wel met Rinus eens waren. Ze vonden hem ook wel een bijzondere man. Maar als puntje bij paaltje kwam, durfden ze toch niet in actie te komen. En toen is bij hem het idee gerijpt, eerst om terug te gaan. Hij dacht, ja, het heeft geen zin. Maar hij voelde zich, toen hij al op de terugweg was, daar toch niet goed bij. En toen is hij, heeft hij het idee gekregen, ik moet. En of dat nou komt omdat hij het idee had dat die brand, die figuurlijke brand, moest worden gematerialiseerd in een letterlijke brand. Ik denk dat ook de gesprekken met zijn vrienden in Leiden een rol hebben gespeeld. Want die hebben nog wel eens gezegd van eigenlijk zou je met een bom in de kelder van de Rijksdag moeten kruipen. En dat symbool, dat bolwerk van de nazi's moeten opblazen. En dat heeft toen meegespeeld. Maar eerst heeft hij gekozen voor een stempellokaal om daar brand te stichten met kachelaanmaakblokjes. Toen heeft hij dat gedaan in het raadhuis. Er stond een kelderraam open.
uiteindelijk in het keizerlijk slot. Daar is hij de steiger opgeklommen en heeft hij een soort pergola in de fik gestoken. Dat heeft nog het meeste opgeleverd. Dat begon wat te gloeien en te flakkeren. Er is ook de brandweer even bij geweest. De volgende dag hoopte hij dat het slot in brand zou zijn gevlogen, maar hij zag al snel, nee, het blakert wat, maar dat is het dus niet. Toen besloot hij om terug te keren naar Leiden en hij was zeer ontmoedigd. En daar is iets bijzonders gebeurd. Hij was al eigenlijk uit Berlijn. Hij was in Hennigsdorf. Hij had bij de politie aangeklopt, want hij had geen rode cent. Mag ik een nachtje in de cel? Nou, dat mocht. Heeft hij een werkloze beier ontmoet. We weten niet zo heel veel over die persoon, maar in dat gesprek is iets gebeurd waardoor hij op andere gedachten is gebracht. En toen heeft hij toch tegen zichzelf gezegd, het zal niet gebeuren dat we niks doen. Dat de arbeiders verloren zijn. Want hij ergerde zich ontzettend aan al die stempellokalen, dat je eerst blijk moest geven als werkloze dat je voor de nazi's was, voordat je een centje kreeg. En dat was dan weer voor 2-3 dagen. En dan begon het weer opnieuw. Hij wilde dus toch iets doen. En toen is hij teruggelopen, helemaal van Hennigsdorf via Tiergarten. Kwam hij eerst langs een gebouw, keek hij even naar. En toen dacht hij ineens aan die gesprekken in Leiden. En toen dacht hij, ik moet niet naar de Roestkarten om de Dom in brand te steken, want dat was zijn eerste idee. Een prachtig groot gebouw midden in Berlijn. Ik moet de Reichstag hebben. En toen heeft hij gevraagd aan mensen waar dat gebouw was. Is hij teruggelopen aan de rand van Tiergarten. Toen dacht hij, dat is ook wat, daar ben ik al een paar keer langs gelopen. Toen heeft hij dat heel goed verkend. Want er wordt wel gezegd, Van der Lubbe was ontoerekeningsvatbaar. Of hij was impulsief. Dat klopt in mijn ogen volstrekt niet. Hij heeft het terrein verkend. Heeft hij een hele middag voor genomen. Hij wist ook dat hij 's avonds terug moest komen als het gebouw leeg was. Bovendien wilde hij geen mensen pijn doen of laten verongelukken. En toen is hij ook om 9 uur teruggekeerd bij de Rijksdag. Met een heleboel lucifers en vuurmakers. En hij heeft het inderdaad alleen gedaan. Want er zijn wel theorieën over dat hij handlangerschans zou hebben. Die theorie die steun je helemaal niet. Voor zover ik weet, laat ik het zo zeggen. Ik ben het eens met de analyse van Martin Schouten, die ik heel hoog acht als Van der Lubbe kenner. Ook Frits Stobias, een Duitse historicus, heeft in de jaren 60 al bewezen dat hij het alleen heeft gedaan. Grappig genoeg ook de verslagen van de politiemensen zelf. Duitse politiemensen die al zwaar onder invloed stonden van de nazi-kliek, hebben eigenlijk aangetoond wat Van der Lubbe heeft gezegd na zijn arrestatie klopt. Alle sporen kloppen. Zijn ze gangen nagegaan. Dat vind ik allemaal zo overtuigend. Ook de consistentie in de getuigenissen van Van der Lubbe zelf. Het karakter van de man. Als je weet hoe zijn karakter zit, wat zijn familie getuigt over hem en zijn vrienden. Dan weet ik nagenoeg zeker dat hij het alleen heeft gedaan. Ja, vervolgens brandt het hele Rijksdaggebouw af. Er wordt er ook eigenlijk niet ingegeven, want het komt er naast niet zo goed uit. Maar dan krijg je het tragische dat het tegenovergestelde gebeurt van wat hij gehoopt had. Communisten worden opgesloten in concentratiekampen, democratie wordt afgeschaft. Hoe kwam dat bij hem over? Van wat ik gedaan heb, dat heeft het tegendeel bereikt. Mm-hmm. Wat vond hij ervan? Ja, hij was eerst trots. Ook vlak na de brand. Het was niet mis, want al gelijk bij de arrestatie, hij hoorde al stemmen in het gebouw. Ze waren naar hem op zoek. Hij bleef consistent moedig. Dus hij dacht, zolang ik niet gepakt ben, ga ik door met brand stichten. Op het laatste moment, hij was helemaal kapot bezweet, is hij ook aangehouden. Hij heeft zich overgegeven. De politieman die hem aantrof, zei, waarom heb je het gedaan?
Hij zegt, uit protest. Hij kreeg een tik op de wang. Toen zei die man, dus je hebt het gedaan, heb je het alleen gedaan? Ja, zegt hij. Kreeg hij op de andere wang ook een tik. Maar hij was trots. Hij dacht inderdaad, toen hij in de cel zat, nou, zullen de kranten in Duitsland en zeker in Nederland ook wel aangeven, nou, er komen hier en daar opstandjes. Dat bleef uit. Dat was een enorme schok. Toen werd er ook op hem ingepraat en er werd inderdaad al snel gezegd, nou, Van der Lubbe, wat heb je nou bereikt? Het is alleen maar erger geworden. Ook door journalisten die dat aangaven. Ook door rechercheurs die zeiden, nou, je hebt niks bereikt. Later is duidelijk geworden uit de Nuremberg-verhoren, onder andere van Göring, dat de draaiboeken om in te grijpen allang klaar lagen. Het was hoe dan ook gebeurd. De communisten zouden hoe dan ook zijn opgepakt. De wet die Hitler meer macht zou geven om in te grijpen, lag al klaar. Ze hadden alleen een aanleiding nodig. Göring heeft zelfs laten doorschemeren. Nou, de vraag is of je een nazi-getuige serieus moet nemen, maar goed, dat het te vroeg kwam. Dat de actie van Van der Lubbe te vroeg kwam. Dat ze er anders veel meer hadden opgerold. Meer opgepakt. Sylvia Pankhurst, een vrouwenvoorvechter, heeft aangetoond, later, heeft ook gezegd, dat Van der Lubbe de schuld kreeg, dat hij het alleen maar erger heeft gemaakt, is gewoon, dat klopt van geen kanten. Want de fascisten in Italië waren al lang bezig met keihard ingrijpen. En de nazi's ook. Daar heeft de Rijksdagbrand eigenlijk niks aan veranderd. Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar dat is allemaal kennis achteraf. Maar Van der Lubbe wist dat allemaal niet. Dus mijn vraag is, van hoe kwam dat op hem over? Ja, als een enorme slag. Hij heeft na die eerste euforie, de eerste weken in de cel, is hij enorm depressief geworden. Niet alleen van wat je aangeeft, van dat iedereen zei, het heeft niet geholpen, het is alleen maar erger geworden. Maar ook de teleurstelling dat de arbeiders niet in opstand kwamen. Dat was een enorme dauw voor hem. Plus het feit, ik denk dat dat hem nog het meest heeft gegrepen, is dat iedereen zei dat hij het niet alleen gedaan kon hebben. Dus hij kwam in een soort tweeduister wereld. Hij ging er ook aan twijfelen. Zullen er dan anderen zijn geweest? Dat verklaart ook waarom hij een hele tijd, een hele poos, eigenlijk totaal apathisch geweest is. Hij werd ook gek van alle herhalingen in de vragen. Want ze kwamen al snel bij hem. De chemici hebben aangetoond, de deskundigen, dat je het niet alleen hebt gedaan. Dus biecht het maar op. En ze vroegen hem iets op te biechten wat hij gewoon niet wist. Namelijk, wie zijn je handlangers? Wie heeft jou omgekocht? Wie zijn je vrienden? Wie hebben dat samen met jou beraamd? Hij zegt, dat is niet gebeurd. Ik heb het al 16 keer gezegd. Ik herhaal het nog een keer. Ik heb het alleen gedaan. En op een gegeven moment, toen het echt de tientallen keren overschreed dat hem diezelfde vraag werd voorgelegd, de deskundigen hebben aangetoond dat je het niet alleen gedaan kunt hebben. Dus geef nou maar toe wie jou geholpen hebben. Toen is hij gaan zwijgen. En hij is ook apathisch geworden. Hij werd daar letterlijk gek van. Ja. Uiteindelijk kwam er een proces. Hij stond niet alleen terecht. Nog een paar andere, onder andere ik geloof Dimitrov. Dimitrov, klopt. Die hebben zich allemaal briljant verdedigd en werden vrijgesproken. Alleen Van der Lubbe, het is wat je zei, hij maakt een slechte indruk in de zin van apathisch, zielig. En ja, het was niet meer de Van der Lubbe van vroeger. Klopt. Het was een totaal onherkenbare man geworden. Niet alleen qua karakter en uitingen, maar ook fysiek. Hij had zijn hoofd gebogen, zijn kin op zijn borst. Hij liep zo ook de reconstructies af. Hij was een gebroken man. En in de rechtszaal zat hij ook helemaal voorover. Hij liet zelfs hij haalde zijn neus niet op. En dan moest de bewaker zijn neus snuiten. Dus dat was allemaal heel wonderlijk en dat voedde ook het idee, hier zit een zielige man. Hij wordt gedrogeerd door de nazi's. Wat er ook gebeurde is dat twee kampen er een showproces van maakten. De nazi's wilden aantonen
dat Van der Lubbe samen met communistische handlangers een internationaal complot tegen hun waren begonnen. Daar moesten zij wel ingrijpen. Dat moest worden bewezen. Aan de andere kant wilden de communisten vanuit Parijs en Londen aantonen dat de nazi's via Van der Lubbe hun eigen Rijksdag in brand hadden gestoken om een excuus te vinden om hun te vervolgen. En beide kampen werden zo gesteund door pers en de Sovjet-Unie of de Duitse achterbankranten, dat gewoon een hele enorme lading kreeg. Waarschijnlijk heeft Van der Lubbe zich dat in de loop van juli gerealiseerd. En hij dacht, als hij al helder kon denken op dat moment, waar ben ik in beland? Ik ben niks meer, ik ben een marionet, dus ik voel me ook zo. Ik heb aan alle kanten gefaald. Hij schaamde zich ontzettend. Mogelijk is hij ook tijdelijk van de wereld geweest. Het mooie is dat we psychiatrische rapporten hebben van een heel belangrijke man, Karl Bonhoeffer. Een groot psychiater. En Jörg Zut. Zij hebben Van der Lubbe een aantal malen onderzocht. Dat moest van de rechter. En ze zijn tot de conclusie gekomen. Wij begrijpen dit apathisch gedrag. Het past bij zijn karakterstructuur. Wij kunnen invoelen. Dat hebben ze allemaal opgeschreven. Dat als je 964 keer hetzelfde gevraagd kan worden. En je bent een persoon van daden. Dat je daar gek van kan worden. Apathisch. Dat is niet omdat hij gek is, maar hij sluit zich af. En dat gedrag in de zitting verklaarde ze ook zo. Want hij zag Van der Lubbe, dit is gewoon, wat een flauwe kul zeg. Hier zitten getuigen, die gaan mij ook aanvallen. Die gaan zich vrijpleiten. Die hebben er helemaal niks mee te maken. Het is mijn daad. Bolsjewieken, communisten, nazi's, wat een gedoe. Hij sloot zich af. Hij dacht aan andere dingen. Dat schrijft Bonhoeffer schitterend op. En hij komt tot de conclusie. Hoewel hij weet, ja, de rechter kijkt hier niet alleen naar, maar ook Göring, dus Hitler. Dus ik moet voorzichtig zijn met mijn formuleringen. Maar als je goed leest, komt hij tot een conclusie. Het is een moedige, onafhankelijke denker. En die is absoluut toerekeningsvatbaar. En hij zegt zelfs, ik sluit absoluut niet uit dat hij het alleen heeft gedaan uit bepaalde motieven. En dan vlecht hij er wat tussen. Ja, soms komt hij over als een warhoofd. Want anders had de rechter dat rapport ook niet geaccepteerd. Maar we hebben dus een deskundige mening. Het mooie is dat je nu nog in Berlijn heb je een Karl Bonhoeffer Instituut. Zijn zoon Dietrich Bonhoeffer is ook in opstand gekomen tegen de nazi's. Die is ook geëerd, postuum. Hij is geëxecuteerd in 1945, Dietrich Bonhoeffer. En twee van zijn andere kinderen zijn ook in opstand gekomen. Nou, als je dat rapport leest, voel je ook het begrip voor Marinus van der Lubbe en de sympathie. Nou, het is logisch dat ik met dat gegeven iets moest in mijn roman. Dat vond ik zo mooi om te ontdekken. Dat is ook nog nauwelijks in de literatuur die ik heb gelezen, dat is nog onder een steen blijven liggen. Evenals de geheimzinnige liefdeslijn van der Lubbe, die is nooit historisch onderzocht. En daar zwijgen dus de historici over, terwijl ik denk dat een heel belangrijke, moedgevende lijn geweest is voor hemzelf in de cel. Kun je er iets meer over vertellen? Want wat wij allemaal weten, dat is ja, dat verhaal, al of niet heroïsch, van die Rijksdagbrand. Maar er hebben ook andere dingen meegespeeld dus. Ja, naar mijn overtuiging wel. Hij heeft, het was een man van de daad. Niet alleen in de politiek en in de actie, maar ook in de sport. Hij zwom heel veel en dan ging hij naar het strand in Noordwijk en dan zwom hij naar Katwijk. Soms een paar keer heen en weer. En toen hij hoorde van zijn vrienden dat tijdschrift Het Leven een zwemwedstrijd uitschreef tussen Calais en Dover, dacht hij, dat is mooi. Te meer omdat er 5000 gulden werd uitgeloofd voor de eerste die in Dover aankwam. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Dat kwam ook heel goed te pas, want voor zwemmen heb je niet zulke scherpe ogen nodig. Dus hij fietste naar Calais om zich daar aan te melden. Maar het stormde.
De wedstrijd werd gecanceld. Dus hij fietste weer terug. Dat heeft hij nog een keer herhaald. Daar heeft hij ook heel veel geoefend. Hij is er dus twee keer geweest. Hij heeft daar toen een meisje ontmoet. Een Hongaars meisje. Die geef ik een naam in mijn roman. Dan zou je denken, okay, that's it. Nee, vervolgens, en dat is het mooie van Van der Lubbe, hij documenteerde alles, is die in 31 in september te voet vertrokken uit Leiden met als doel om naar Constantinopel te lopen. Hij komt een heel eind, Joegoslavië, maar dan schrijft hij naar zijn vriend, Koos Vink in Leiden, ja, door bepaalde omstandigheden breek ik nou mijn reis af en zou je mijn uitkering willen sturen naar Boedapest. Postrestante. Dat doet hij en dan verdwijnt hij anderhalve week van de radar. Maar hij is geweest in Hotmetszó Vásárhely. Dat is een plaatsje in Hongarije waar dat meisje hoogstwaarschijnlijk, denk ik, weet ik zeker, als romancier, woonde. Hetzelfde is gebeurd een half jaar later. Gaat hij weer naar Rusland, maar hij gaat wel een hele gekke route via Wenen en Hongarije. Verdwijnt hij weer van de radar. Is hij weer bij dat meisje geweest, die Hongaarse zwemster. Het mooie is van Van der Lubbe, of het mooie, het karakteristieke, dat hij over emoties die hem zelf aangaan, zwijgt. En daar is ruimte voor de verbeelding om zaken in te vullen met betrekking tot dat meisje. Het verbaast mij dat de historici na de oorlog daar nooit achteraan zijn gegaan om daar meer over te weten, want er was een prachtige lijn. Het opmerkelijk is ook, de communisten hebben beweerd dat hij, dat was toen een schande, homoseksueel was en dat hij door de SA-chef, die ook homoseksueel was, werd gedwongen, hij was een schandknaap, om een rol in die brand te spelen. Dat hebben ze willen bewijzen. Dat is nooit bewezen. Zijn vrienden hebben ook aangegeven, we hebben er nooit iets van gemerkt. Die hebben ook aangegeven, ja, hij kwam inderdaad met een foto, of eigenlijk kwam die daar niet mee, maar die hebben wij ontdekt dat hij veel naar een foto keek, een foto van dat meisje uit Hongarije. Dat die verkreukelde foto is later ook in zijn bezittingen gevonden, helemaal beduimeld, heeft hij heel veel bij zich gehad. Dus die vrouw moet heel veel voor hem betekend hebben. Maar hij sprak er eigenlijk nauwelijks over. En die verhaallijn is denk ik nu een romantische lijn geworden. De historici hebben dat, vind ik, laten liggen. We hebben veel te veel naar de politieke kant, de instrumentele kant van Van der Lubbe gekeken. Maar het was natuurlijk, behalve een zeer sociaal bewogen mens, ook gewoon een jongen van vlees en bloed. Het tweede bewijs vind ik zijn prachtige gedichten. Hij heeft in de gevangenis twee schitterende gedichten geschreven. Dus het was veel meer dan alleen een politiek geïnteresseerde man, was het ook een man van het hart en van het gevoel. En het aardige is ook van die reis die ik dan gemaakt heb, dus van Leiden naar Berlijn en Leipzig, dat sinds de jaren 90 een stuk herwaardering gekomen is en dat er gedenkmonumentjes liggen in Leiden, Berlijn en Leipzig. In Berlijn hebben ze hem weggemoffeld. Maar op al die stenen staat dus een strofe van zijn laatste gedicht. Dus als je die reis maakt, dan heb je dat hele gedicht. Je geeft het al een beetje aan. Het is een roman en geen biografie. Maar ja, je kunt natuurlijk niet zorgvuldig met de feiten omgaan. Dus dat klopt allemaal wel. Maar waar ligt precies de grens tussen biografie en roman? Is dat meer dan alleen dat verhaal over die liefde? Ik vind het heel belangrijk, vind ik heel, inderdaad een heel terechte vraag, dat de historische lijn ook in een roman klopt. Dat dat feitelijk correct is. Dat heb ik proberen te doen. Maar daarnaast, waar de geschiedenis zwijgt of waar er witregels zitten tussen de geschiedkundige periodes, bijvoorbeeld in het dagboek van Van der Lubbe zelf. Elke dag schrijft hij, maar niet als hij in Hongarije is, bij dat meisje. Dan mag, vind ik, de romanschrijver de historie aanvullen.
maar dan wel gebaseerd op een historisch gegeven. En dat historisch gegeven is, hij heeft een Hongaarse zwemster ontmoet en hij is 2 keer in Hongarije geweest, in Hopmets of Vasarhely. Dus het is en-en. Ik heb geprobeerd een roman te schrijven waarin en de historische lijn alle eer wordt aangedaan, maar dan wel vanuit niet die Rijksdagbrand, maar vanuit het karakter, de persoon. Wat dreef hem? Hoe zat hij in elkaar? Wat dacht hij? Ik probeer de lezer mee te laten liften in zijn hoofd. En dan vervolgens de tweede verhaallijn, inderdaad, die gaat ook over zijn relatie met zijn vrienden, zijn relatie met dat meisje. Om dat aanvaardbaar te maken heb ik ervoor gekozen, en dat is dan ja, wat je als schrijver mag doen, in mijn ogen ook moet doen, om een eigentijds personage te scheppen die dezelfde zoektocht maakt als ik heb gedaan als schrijver. Maar ook als degene die meer over Van der Lubbe wilt weten. Dus ik heb geprobeerd iemand neer te zetten die de zoektocht maakt langs Leiden, Berlijn en Leipzig, eindigend op het Südfriedhof in Leipzig, waar hij begraven ligt. Ja, geëxecuteerd in 1934, januari. Hij heeft later wel eerherstel gekregen, het vonnis is herzien. Daar heb je natuurlijk niet zoveel meer aan. Maar goed, dat is wel gebeurd, allemaal gelukkig. En de bedoeling is ook dat op zijn sterfdag jouw roman uit gaat komen. Ja, ik wil echt proberen dat op zijn 80ste sterfdag, dus 80 jaar nadat hij geëxecuteerd is, dat is geweest 10 januari 1934, om dat boek uit te brengen, in Leiden waarschijnlijk. Wil ik nog een goede aanvaardbaar. Er is een Marinus van der Lubbe hofje in Leiden. Er zijn nog steeds gelukkig mensen die het een groots en meeslepend verhaal vinden. En het is mij te doen om de daad niet alleen nog eens onder de aandacht te brengen, maar ook te laten invoelen wat hem bezielde. Het is me opgevallen dat in 2004 hadden we een lijst met grote Nederlanders. 202 namen stonden erop. Wie schitterde er door afwezigheid? Marinus van der Lubbe. En het is mijn overtuiging dat deze daad, hij is het eerste Nederlandse nazi-slachtoffer, niet alleen belangrijk geweest is, maar ook tal van andere verzetsmensen heeft geïnspireerd. Er is echt, vind ik, sprake van achterstallig onderhoud. Niet alleen in die daad, maar ook in de persoon. Dat een werkloze, bijna blinde metselaar, met nauwelijks educatie, met een rotjeugd, bij wie alles tegen zat, dat hij zo niet gewaardeerd is, dat ik met geschiedenisles heb moeten horen, Rijksdagbrand, verschrikkelijk, is het alleen maar erger geweest, ja, heeft ook nog een Nederlander gedaan, werd nauwelijks aandacht aan besteed. Als je nu goed kijkt, en ik vind ook, je probeert in te leven en die stappen nagaat, dat hij dus zag dat een nagenoeg blinde man als eerste in Nederland zag wat Hitler betekende, wat het nazi-gevaar impliceerde, dan zie je dus, we hadden een ziener, maar die was blind. Hij was zo ver voor het peloton uit dat hij, het was een dubbele Lance Armstrong. Hij had 80 minuten voorsprong. Hij kon niet wachten op het peloton. Dat schreef hij ook op in zijn gedicht. Hij schrijft het eigenlijk in zijn dagboek op. Hij wordt, op een gegeven moment komt er een Zwitserse journalist bij hem in de cel en die zegt, Marinus, je weet, zegt hij, dat je het alleen maar erger hebt gemaakt. Heb je al spijt van de daad? En dan moet hij even nadenken en dan zegt hij van, soms wordt het resultaat van een daad op de hele lange termijn zichtbaar. En zo is het precies. En ik denk echt dat zijn daad, dus dat hij dat lef had en dat de nazi's hem niet hebben kunnen breken. Hij werd beschimpt in die rechtszaal door iedereen. Dan kun je alleen maar afsluiten. Maar dat je toch overeind blijft,
dat je je ook nog eens laat executeren als een lam, zeg maar. Hij heeft niet gehuild, hij heeft niet gekrijsd, hij is niet op zijn knieën gegaan, hij is consistent gebleven. Ik denk ook dat hij dood wilde, hè, want hij dacht, ik ga niet terug, de wereld keurt dit zo af. Hij heeft zijn eigen gratieverzoek niet getekend. Ondanks dat de regering en zijn familie gratieverzoeken hadden ingediend, wilde die niet tekenen. Hij wilde geen advocaat, want hij zag, dat is geen goeie. Dus hij is staande gebleven. Dat heeft ontzettend veel indruk gemaakt op tal van verzetsmensen voor en na de oorlog. Dus het is een ondergewaardeerde daad, met name in Nederland. Dat blijkt ook uit die lijst. Daar moet hij op zijn minst op staan. Het blijkt ook uit het feit dat hij, heb ik gemerkt, in Duitsland meer wordt gewaardeerd dan in ons land. Heel typisch. Behalve in Berlijn, daar is het, daar heeft de burgemeester geweigerd om die gedenksteen voor of in de buurt van de Rijksdag te leggen. En dat is verplaatst naar een achterafsteegje bij het Deutsches Theater. Daar is die steen op een gegeven moment ook verdwenen. Die is een tijdje gestolen geweest. Lag op een bouwplaats, vond ik wel heel symbolisch. Rienes is terug bij de bouw. Maar hij ligt daar nou weer. En ik denk dat dat ook nog wel weer eens zal worden opgepoetst in Berlijn. En er is best wel veel respect voor de moed die Van der Lubbe had bij de Duitsers.